Kees B., de man die vorige week werd opgepakt in de Steve Biko-straat in Den Bosch, blijft zeker nog 2 weken langer achter de tralies. Hij wordt verdacht van het bezit van kinderporno op zijn computer. Kees B. is geen onbekende bij politie en justitie. De man zat ruim 10 jaar geleden ten onrechte vast voor een moord. Na 4 jaar cel bekende iemand anders dat hij Nienke Kleijs had omgebracht. De zaak, beter bekend als de Schiedammer Parkmoord, gaat de geschiedenis in als een van de grootste dwalingen van justitie.